Goedemorgen, de gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart. Gaat u stemmen? Ja hoor. Doet u dat altijd? Altijd, we slaan nooit over. Ik heb een vraag aan u. Vindt u dat, gaat u op een gemeentelijke partij kiezen of een algemene partij zoals de Partij van de Arbeid? Vindt u dat belangrijk waar u dan op stemt? Gemeente. En hoezo, waardoor gemeentelijk? Die behaagden ons belangen beter dan de grote partijen. Okay. Vindt u dat ze het ook goed hebben gedaan de afgelopen 4 jaar? Ja. En heeft u een favoriete partij of dat u zegt van nou... Eerst verkiezingsprogramma doorkijken en dan even kijken welke partij het best uitkomt. Maar vond u ook waar ze de aandachtspunt op hebben, hun programma, weet u dat ook een beetje uit waar ze op gaan? Ik zeg niet meer, dat is 4 jaar geleden. Dus 4 jaar geleden, dus ja, dat weet ik niet meer. Nou ja, we hebben nou van Omroep Best en Pleinbest, hebben ze filmpjes gemaakt en die worden uitgezonden bij u, daar kunt u naar kijken. Zo, hebben jullie daar misschien interesse in, of gaat u dat dan nog volgen? Ja, dat kijk ik wel een keer. Ja, ja. En wat zou je zeggen tegen de mensen die niet gaan stemmen? Wat zegt hij daar tegen? Verloren stemmen. Ja. Ja, dan kun je niks zeggen. Als ze niet gaan stemmen, kun je niks zeggen. Nou, dankjewel. Zover. Ik wens u een fijne dag. Bedankt. Dag.